Een huisdier kiezen is niet vanzelfsprekend. Peter, al 30 jaar dierenarts, geeft graag enkele tips. Bij de keuze van je huisdier moet je toch rekening houden dat je een verantwoordelijkheid draagt voor 10, 12 jaar. Je moet kunnen voorzien in het onderhoud van dat dier. Op gebied van voeding, op gebied van kosten, trimsalon. Je moet ook kunnen voorzien in tijd voor dat dier. Je moet daar een keer mee kunnen gaan wandelen. Je moet naar de dierenarts gaan met dat dier. Bij aanschaf van een huisdier is het heel belangrijk dat men de juiste info vergaart op de juiste plaats. Ten eerste, de dierenartsen hebben daar in mijn ogen een hele belangrijke taak in. Zij moeten eigenlijk adviseren. Ja? De fokkers zelf ook. Maar ook de eigenaars van honden of katten of andere dieren kunnen andere mensen ook info bezorgen. Ook op huisdierinfo.be, onder de huisdierwijzers, vind je alle info om een huisdier te zoeken dat het beste past bij jouw levenssituatie. Welk ras heeft welke karaktertypes, qua huisvesting, qua voeding, ook qua kostprijs, wat toch allemaal heel belangrijke aspecten zijn in je keuze van je toekomstig huisdier. En als je een keuze hebt gemaakt, dan kan je effectief een dier in huis nemen. Adoptie uit een asiel is volgens Peter de eerste optie. Ga kijken in het asiel. Daar zitten heel veel goede honden, heel veel goede katten. De tijd dat een asiel een afvalcentrum was voor honden, dat is lang vervlogen tijd. Tweede optie zijn de erkende fokkers. Die erkende fokkers gaan meer met hart en ziel hun dieren gaan fokken. En omdat ze graag die dieren zien. De lijst van erkende kwekers van huisdieren vind je op Vlaanderen.be onder dierenwelzijn. Op die lijst zal je zeker de Cattery van de tuin van Ede terugvinden. Pascal kweekt er Britse korthaar, een raskat. Dat zijn de jongste kaboutertjes. Ook Britse kortharen. Kleine lievertjes, hè. Ja. Volgens mij een erkende Cattery is iemand die dat volledig met passie doet. Als je bij die mensen thuiskomt, gevoelt dat die mensen leven voor hun dieren, dat het op de eerste plaats staat en dat dat het allerbelangrijkste is. Dat is de gezondheid van de dieren en de gezondheid van de kittens. Liefde voor dieren is één ding, maar er moeten ook wettelijke bepalingen worden gerespecteerd. Wat houdt dat in? Dat je dus oppervlakte moet hebben, dat je een erkenningsnummer aanvraagt en dat ze je ook toekennen. En ook dierenwelzijn houdt permanent een oogje in het zeil. Wij kunnen alle dagen een controle ontvangen. Dat is eigenlijk zeker logisch, ja. Er zijn ook niet erkende kwekers van katten of honden. Zij volgen de wettelijke bepalingen niet. Pascal waarschuwt voor enkele valkuilen. Een niet erkende cattery die zal bijvoorbeeld zeggen van ja, je mag je kitten komen halen op 5 weken, 6 weken. Dit kan niet. Een kitten wordt voor de eerste keer gevaccineerd op 9 weken. Dat wil dan zeggen dat je kitten zonder enige vaccin vertrekt, met alle risico's van dien. En de herhalingsvaccin wordt gegeven door de fokker op 13 weken. Het is ook verboden om huisdieren te verkopen of zelfs gratis weg te geven via sociale media. Op een aantal platforms die niet zouden mogen gebruikt worden om dieren aan te bieden, die zie je daar verschijnen. Dat is echt om problemen vragen. Gwendoline wil graag een raskat. Ze raadpleegde de huisdierwijzer op huisdierinfo.be en contacteerde Pascal. Nu mag ze langsgaan om haar kitten alvast even te knuffelen. Ja, het is een goede match. Hij ziet er echt fantastisch uit. Ik kan al niet wachten om hem mee te nemen. Vandaag? Ja, liefst vandaag. Ja, dat zal niet lukken, hè? Nee? Nee. Hij is nog maar 10 weken, hè? Nou, dus 13 weken en enkele dagen mag je vertrekken. Mm-hmm. Dat is wel spijtig, maar ik begrijp het ook. Maar dan kun jij nu beginnen aftellen. Ja, de aftelkalender zal gemaakt worden. Voilà, nu is het niet lang meer. Nee. Meer info vind je op huisdierinfo.be en op vlaanderen.be onder dierenwelzijn.